Ik denk dat we hier een heel goed initiatief hebben, maar ja, daar zijn we wel wat hulp en steun bij nodig. En met name dat het een soort van pilot wordt. Dan gaan natuurlijk wel heel wat deuren voor ons open en dan kunnen wij volgaan verder. Want dan moet er ook een keer wat gebeuren. Omdat we maar een beperkt stelsel hebben, hebben we gekozen voor de coöperatie. Dat biedt nog de meeste variatiemogelijkheden om het voor elkaar te krijgen. Alhoewel het niet om een dorpscoöperatie gaat, maar om een hoogwaardig collectief van bedrijven die feitelijk de bruggen kunnen onderhouden in een eerste lijn. We willen graag in een tweede lijn de partijen bij, hè, scholen wel over gesproken, met een leeromgeving erbij, die dat ondersteunt. In een derde laag burgers ook die mee kunnen werken om die bruggen ook mee te helpen onderhouden. En als kan, voor dat geld wat er is en niet meer. Sterker nog, kunnen we ook iets spannends doen. De gemeente staat voor een hele makkelijke keuze, want de burgers willen graag meewerken. En tegelijkertijd wet en regelgeving die staat in de weg. Dat is de aanbestedingswet, dus puur hard sec uitleg. En tegelijkertijd zou je, is dan de conclusie of de gemeenteraad die moet hier besluiten om al die burgers langs gereden zijn op moet ruimen, of de meeste daarvan. Terwijl er eigenlijk een heel alternatief ligt. En daar gaat praktijk en wetgeving, die komt duidelijk met elkaar in conflict. Heel graag die participatie, dat gebeurt op grote schaal, hè. Ik moet thuis een voorbeeld van noemen. Praten is geen probleem, subsidietje erbij, praat maar al door. Agendas maken lukt ook heel goed, maar uitvoeren. Ja, en dat kunnen zij nu bereiken. Maar ik denk dat we zo'n goede club bij elkaar hebben, dat wij dan een heel goed plan in kunnen leggen om die bruggen in stand te houden en ook te onderhouden. En dat we over 30 jaar ook nog dit aantal bruggen hebben. Mijn vraag aan iedereen is, hoe gaan we? Dat dit niet moet stoppen, dat lijkt mij evident. Jullie gaan gewoon lekker door en het wordt lekker succesvol. Ja, en we gaan ik ben er gewoon helemaal voor elkaar over. Maar mijn vraag aan Den Haag is, hoe kijk je hier nou tegenaan? Wat ga je nu vanaf vandaag anders doen om hier te komen? Het lijkt me helemaal geen moeilijk probleem eigenlijk, waar je samen fantastisch uit kunt komen. Ik ben zelf jurist en mijn ervaring met juridische dingen is dat eigenlijk alles wel kan. Alleen dat soms je lievelingsoptie niet per se het makkelijkst te organiseren is. Private publieke samenwerking met een coöperatie als, zou je het zeggen, vehikel. Als samenleving en overheid en private partijen misschien wel veel meer voor elkaar krijgt dan alleen maar de overheid of alleen maar de private partijen. Maar je denkt juist dat de kans dat dit 30 jaar gaat lukken met de inwoners, die kans is veel groter dat lukt, dan wanneer dat bij de gemeente of bij de provincie of bij een organisatie ligt. Dat weet je wel zeker. Dat weet je wel zeker eigenlijk. Want je hebt iedere 4 jaar verkiezingen, je hebt iedere keer 4 jaar nieuwe mensen. Dus de continuïteit waarvan de overheid zegt dat zijn we, is in feite veel korter dan bij de bewoners. Dat je op zoek gaat naar waar zitten nou die verbindingen, de essentie gaat over het herstel en onderhoud van de verbinding, of dat nou een fysieke infrastructuur is, maar het gaat hier over een sociale infrastructuur. En dan heeft die ook hele andere waarden als alleen de kostenplaats van een onderhoud. Zieken zijn met zijn woning relatief laag, woning tevreden, hebben ruimte, groen, en zijn dus ook sneller bereid om in deze discussie mee te gaan, om het vanuit een sociaal perspectief te zien. Is er geen harde nee geweest en zijn er meer termen gebruikt als het is een avontuur. Dus dan zou ik zeggen, ga hier vooral mee door. Hè? Als er geen hard nee komt van een jurist, nou, dan zijn er mogelijkheden. Wat kan het de provincie schelen, zeg maar? Als je het zou willen proberen, ga je gang, toch? Nou, maar eigenlijk helpt het ons om een, nou, bijna een formeel experiment te worden waarbij BZK zegt, kijk eens wat daar gebeurt. Het is een van de projecten waar we blij mee zijn, waar de lokale overheid samen met de coöperatie en haar inwoners en ondernemers kijkt hoe zij een maatschappelijk probleem de volgende fase kan duwen. Maar sterke burgers die zelf wat doen en die je daarin stimuleert, die zorgen dat alles sterk wordt, dat besturen leuker wordt, dat burger zijn leuker wordt. Dus we worden gewoon als geheel in het land leven. Ik zeg in Groningen, het is wel een beetje mijn hart veroverd vandaag. Omdat het een hele mooie provincie is. En ik eigenlijk heel weinig gewist. Dus ik ga nog een keer naar Groningen terug. Ja. En nu weer terug naar Den Haag, meneer. Heerlijk. Pekela niet vergeten, hè? Nee, zeker niet. Het was mooi bezoek. Ja? Dankjewel. Nou, dankjewel voor uw komst. Yes. Dat is... Dat is... Dat is... Dat is...
Nou, tot ziens allemaal naar Den Haag. Doei!